eens zie. Kijk eens, zwaai onder het lampje. Hoe is het, schat? Nou, gaat wel. Mijn lieverd. Wet. Nee, ik heb een rotdag gehad. Je bent rotdag gehad? Ja, een rotdag gehad. Maandelijkse periode? Nee, helemaal niet. Gewoon zomaar, gratis en voor niks. Moet ik me zorgen gaan maken over je? Nee, moet ik me zorgen gaan maken? Nou, ja, ik weet een beetje piepse neus over. Ik heb ook geen zin in dat je dat doet. Nou, wat is dit nou, zeg? Ik weet het niet. Yummy, yummy, lusty, lusty, lekker in mijn oude husty. Eten maar weer. Ogen dicht. Ogen dicht. Daar komt ie. Opie, 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 tante Jopie. Zo. En zomer? Zomer helemaal voor niets. Nou. Kijk hem. Kijk hem eens pront op je billen staan. Nou, echt duur was die ook niet, hè? Goed, nou leuk, dankjewel. Het zijn jouw kleuren, laat even zien. Ja, laat even zien. We zitten te eten. Nou, dat mag ik toch eigenlijk weten. Waarom krijg ik dat eigenlijk? Bedoel je er iets mee of is het een spontane actie? De stimulatie. Oh, dat hebben we nodig? Heb jij dat nodig? Nou, het is natuurlijk, je merkt bepaalde impulsen. Hè? Het is net zoals met alcohol, dat de bepaalde impulsen wegvallen. Ja, de jeuk gaat er een beetje af. En genezen is beter dan voorkomen. Waar heb je nou eigenlijk over? Het zijn impulsen, zijn kleine enzymen. Jij wil dus, als ik het goed begrijp, met zo'n ding de impulsen weer terug zien krijgen. Mag ik even? Impulsen, het is voor dit spul is het waarschijnlijk een heel moeilijk woord. Impulsen wil net zoveel zeggen een bepaalde teelhaartjes. In een relatie, als hij goed is, als hij van impuls inderdaad goed in elkaar steekt, gaan die haartjes met elkaar een spel aan. Op het moment dat je gaat voelen dat het gaat vervlakken, krijg je een enorme vervlakking die toeslaat en dat kan geestelijke spit veroorzaken. Ik zeg net... Nou, dit vind ik heel erg kinderachtig. Wat is er nou kinderachtig van mij? Ja, mag ik dat even weten? Ik vind het frop. Ik vind dit kinderen, dit is geen cadeau voor mij. Dit is een cadeau voor jezelf. Ja, dus net zoiets als dat ik een theezeefje krijg, of dat ik een mixer krijg, of een of ander dom huishoudelijk apparaat. Dit is voor jou, dit vind jij leuk. Eigen bejaagd. Ik hou er niet van die onzin. Toen jij dit jaar met mij over Egmond aan de hoef liep. Oh, krijgen we die weer? Die heb ik nou al 10 keer gehoord, man. De bikinibroek. Ja, de bikinibroekje vond je zo mooi. Ja, nou, ik vond dat broekje van die kerel mooi. En dat draag jij toch net zo mee? Maar dit showt dat zou toch bij jou volkomen misstaan? Mag ik heel even? Een enorme grote hangreet van je. Ja. Mag ik heel even? Ja, heel even, door dit slipje zie je die weggeschoten heupen voor jou niet zo. Oh, dat accentueert Zo. Oh, ik heb weggeschoten heupen. Je hebt een prachtig lichaam, maar het is om te snel. Wat voor heupen heb jij dan wel niet? Heb jij eigenlijk wel heupen? Ik heb ze nog nooit gezien. Nee, ik zie hele grote dikke tieten bij je, maar ik zie geen heupen. Ja. En je bent best lekker om te voelen en ik heb er eigenlijk nooit problemen mee gehad. Maar kijken is iets anders. Mag ik nu heel even mijn tweede boodschap laten zien? Doe de slipjes aan. Doe die slip aan even. Oh, wat wil jij? Smeerpijn? Dan ga ik een spel doen. Ik doe die slip niet aan. Je doet die slip aan. Nee, die doe ik niet aan. Dan heb ik een verrassing voor je. De megaturbo voor je gekocht. Ter stimulatie. Oh, dat vind ik inderdaad lief van je. Ja. Nou, krijg je niet een bepaalde prikkel. Ik wist toch niet dat jij... Ja, nou, ik vind het inderdaad goed staan. Maar ik wist niet dat je dat had gekocht. Ik voel wel een bepaalde prikkel opkomen. Nou, geef mij mijn slip maar. Dan zal ik hem even passen. En dan hebben we het er niet meer over. Maar dit kon ik niet weten, Obuma. Nee. Nee, dat kon ik toch niet weten. Nee. Nou, goed. Je moet die speelse natuur houden. Want jij bent het type wat opeens in de modder gaat zitten. Wanneer ga ik in de modder zitten? Een geestelijke mossel word je. Je wel slurpen en je dan weer verdichten. Nou. Oké, dit is het. Nou. Leuk, niet leuk. Nou, mijn impulscompu gaat behoorlijk in de war. Positief in de war. Nou ja, als ik heel eerlijk ben, de mijne ook. Nou, want ik heb die verhalen van Fred gehoord van jou. Dat hij vaak ook hele andere dingen aan moest. Terwijl je nu net doet of je neus bloedt. Tante Sproet. Vuile schoft. Vuil. Vies. Smerig. Oerwoud schorm. Dood moet je. Dood. Dood. Dood.
Dood, ja? Nee, weg jij, weg! Nee, Joos. Nee, niks Joos, nee. Joos. Nee. Joos is boos. Ja. Dikke doos! Nee, want ze gaat me nou... ze gaat me nu echt hele verkeerde kant op. Lieve schat. Ik doe gewoon mijn broek weer aan. Dan laat ik hem voor jou mijn hele leven niet misstaan. Lieverd, dat was een grappie. Het was even pittig. Het was even heavy om het op z'n Engels te zeggen. Maar hier zitten we weer zonder kleerscheuren. En schat, het is allemaal weer een beetje, ja, in evenwicht gekomen. Heb het nooit over seks als je het hebt over de ex. Want Fred had ik er natuurlijk helemaal niet bij moeten halen. Dat was mijn fout. Het is natuurlijk wel zo, en dat heb ze ook toegegeven, dat als ik met mijn behoeftes kom, dat er wel enigszins op gereageerd mag worden. En dat dat niet teniet gedaan mag worden. Dat heb ik niet toegegeven. Dat is dus vaak zo in relaties, dat je de dingen die je dan met elkaar doet, binnenskamers houdt. En niet daar even marktkoopman gaan uithangen en spekkoper tegelijkertijd. Want er is één wijze leer. De lichaamstaal is de taal die het altijd overleeft. Als u er twee neemt, krijgt u 20% korting op 2 exemplaren. Ja, zeg. Maar dan gaan we te veel in de papieren lopen. Is er geen goedkoper oplossing?